Goedemiddag, dames en heren. Ik ben hier in de Schouwburg van Almere. De winnaar van de Weerter Podium Publieksprijs treedt vanavond op hier. Ten behoeve van een benefietvoorstelling voor leukemiepatiënten. Hij weet zelf nog niet dat hij gewonnen heeft, dus we gaan hem verrassen in de kleedkamer. Ja? Jan Dino. Goedemiddag. Ik ben Marja Krom van het Mentheater. Hi Marja. Hi. En ik kom jou een prijs overhandigen. Oké. Eerst bloemen. Wauw. Waar heb ik dit aan verdiend? Nou, jij bent de winnaar van de Weerter Podium Publieksprijs. Echt waar? Echt waar, ja. En dus de mensen hebben dan gestemd en ze vonden mij leuk. En jij had de hoogste score van alle voorstellingen die bij ons afgelopen seizoen geweest zijn. Nou, maar laten we zoenen. Heerlijk. Daar heb ik de hele dag al op verheugd. Ik word nu emotioneel. Ik heb namelijk nooit prijs gewonnen. Ik moet mensen bedanken. Ik moet mensen bedanken. Of hoe gaat dit normaal? Mijn moeder moet ik bedanken. De mensen van de reclassering die me uiteindelijk ook in mij geloofden. Wie moet ik allemaal bedanken? Weer publiek, jullie. Ik had al plannen om te verhuizen naar Weert, maar nu weet ik het zeker. Ik weet niet of ze dan de prijs ook van mij kunnen afnemen nu. Maar wauw. Ik ben echt, dat is... Je bent heel erg emotioneel. Ik ben emotioneel. Mag ik schreeuwen? Yes! Ik ben de winnaar! Klaas, kom hier. Kamer bij. Klaas, kom nou. Kom, Klaas hier. Klaas, kom hier. Luister nou, kom hier. Hé, liever, luister nou. Ik, dus Klaas van de Ere, maar ik kan niet allemaal. Ik heb namelijk een prijs gewonnen in Weert. Ik ben namelijk de allerleukste geweest. Jij was net de tweede. Sorry, liever, ik hou van jou. Ik heb gewonnen. Dank je. En dit is hem. Mag ik je de trofee overhandigen? Oké. Dit is de wisseltrofee. Oké. Dus dat betekent, dat wil ik je vragen, of je volgend jaar persoonlijk deze weer komt terugbrengen naar Weert. Oh, hij is niet van mij. Ik moet hem teruggeven. En overhandigen aan de volgende winnaar van het nieuwe seizoen. Oh, ik heb wel iets voor je meegenomen buiten die bloemen, want die zijn natuurlijk straks zijn verwerkt. Ja. Een blijvertje. Oké. Deze, die kun je op je nachtkastje zetten. Oh, oké. Die hoef ik niet weg te geven. Deze is voor jou. En die andere, die mag je een jaar lang in bezit houden. Wauw. En volgend jaar september kom je gewoon terug naar Munt. Ja, dan ga ik hem. Ik vind het echt heel jammer. Lieve mensen, wordt het nog uitgezonden? Ja. Oké. Lieve mensen, die nu kijken. Ik vind het is een eer dat jullie, niet jullie allemaal, zitten nu mensen in de zaal en denken, ik heb helemaal niet bij hem gestemd. Ik had op Hans Teeuwen gestemd. Maar in ieder geval de mensen die op mij hebben gestemd, dank jullie wel. Ook de mensen die niet op mij hebben gestemd, dank jullie wel. Het is voor mij een enorme eer. Ik ga nog harder werken. En ik ga eigenlijk zo hard werken dat ik volgend jaar hem weer win. Dat ik hem helemaal niet hoef te geven. Dat ik hem gewoon 2 jaar ga houden en het jaar erop weer. En als ik hem toch weg moet geven, kom ik persoonlijk naar Weert. En om hem dan weg te geven. Ik vind het jammer dat ik er niet bij ben. Maar misschien kunnen we afspreken, misschien bij jullie thuis, Joran. Gewoon af en toe bij iedereen die heeft gestemd. Gewoon even op de koffie. Vind ik ook leuk, weet je wel. Ik weet niet hoe het zit met Wilders, maar dat is helemaal niet in Weert. Dat is in de buurt, maar dat is niet in Weert, toch? Nee, daar gaat het niet door. Oké, nou, Wilders, misschien heeft hij ook op mij gestemd. Misschien, maar hij gaat ook naar theater. Zo. Nou goed, mensen, ik ben enorm blij voor eerder dat ik heb gewonnen. Nou, Klaas is ook blij, hij gunt het me ook. En weer tot weer te zien. Nou, kappen jullie allemaal.